heb aan de deur een aap gekocht. Ik kan het echt niet helpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht. Het leed is niet te stelpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht. Een aap met kromme poten. Ik heb aan de deur een aap gekocht. Ik ben erin gelopen. Was op een mooie zomerdag, toen ik in mijn tuin te slapen lag, wat plots de bel mij aan het schrikken maakte. Toen ik de voordeur opendeed, zag ik een man in zwart gekleed, met op zijn arm twee excentrieke apen. Ik was geschrokken en ontdaan, toen ik mijn evenbeeld zag staan. Ik was als door de hand van God geslagen. De man begon toen zijn pleidooi, ik kreeg zijn apen voor een fooi en garantie voor 360 dagen. Ik dacht, wat moet ik met dat vee, aan 1000 frank plus btw, ik stond op punt de deur weer dicht te gooien. Toen plots mijn jongste telg verscheen, die schreeuwde, pa, ik wil er een, ik had geen keus en kocht een aap met vlooien. Want ik heb aan de deur een aap gekocht, ik kan het echt niet helpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht, het leed is niet te stelpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht, een aap met kromme poten. Ik heb aan de deur een aap gekocht, ik ben erin gelopen. De dagen vielen mee, hij speelde rustig en tevreden, sliep in zijn mand en deed zijn plasjes buiten. Maar het was de stilte voor de storm, want na een week kwam hij in vorm, de hele buurt zat met gebroken ruiten. Hij gooide pannen van het dak, een buurmans auto werd een wrak, de tuin van de notaris was geschonden. De commissaris zocht zijn pet, ik vond ze bij mij onder bed. Hij maakte jacht op katten en op honden. De waterleiding was verstopt, hij had een kerkportaal gemopt. De bakker miste 24 broden. Toen mijn geduld was opgeraakt, heb ik hem bijna afgemaakt. Maar dat scheen bij de wet te zijn verboden. Want ik heb aan de deur een aap gekocht, ik kan het echt niet helpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht, het leed is niet te stelpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht, een aap met kromme poten. Ik heb aan de deur een aap gekocht, ik ben erin gelopen. Want ik heb aan de deur een aap gekocht, ik kan het echt niet helpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht, het leed is niet te stelpen. Ik heb aan de deur een aap gekocht, een aap met kromme poten. Ik heb aan de deur een aap gekocht, ik heb me laten beetnemen.